En deze mevrouw zegt, dit is een grote havenstad. En ook de gateway naar de Pokémon League. Oké, dus we kunnen gelijk door als we hier hem weten te verslaan. Yo, Nintendo fans! Welkom bij alweer een gloednieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl video. Op dit moment hebben we al 7 van de 8 badges en begint het einde echt in zicht te komen, denk ik. We moeten nu naar Sunny Shore City. Even kijken of ik al kan vliegen hoor, vanaf hier. Ja, kijk, lekker, top. Doei! Zo, hier sneeuwt het tenminste niet, jongens. Oh, ik kan hier nu natuurlijk omhoog klimmen, want ik heb nu ook Rock Climb gekregen. Let's go, Bibarro! Hier ligt namelijk een item pie. Oh, en misschien zijn hier wel Pokémonnetjes die we kunnen gebruiken. Nee, Shellos. Die hebben we natuurlijk al. Hij is ook maar echt level 20. Ik had verwacht dat hij een hoger level zou zijn, omdat we eerder hier nog niet konden zijn. Dus, nou ja, helaas. Beter is dit een goed item pie. TM05 Roar. Het is leuk dat het een TM is. Het is alleen jammer dat het een TM is die we nooit gebruiken. Volgens mij kan ik hier ook naar beneden. Volgens mij zit ook zo'n rock climb plekje. Ja, zie je wel. Ah, ik dacht al, hoe moet ik bij dat item komen? Maar dat kan door hier naar beneden te gaan, denk ik. En dan hier is ook nog zo'n muurtje. Ja, dan hier naar boven. Oh, ik doe hier zoveel moeite voor, jongens. Beter is dit wat goeds, want ik zag hier altijd al zo'n dingetje liggen. Maar wat ligt daar dan? Kijk hoeveel moeite we hiervoor doen. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Carnivine, ga je nou nog in de weg staan? Oh, je wil me ook nog wat geven. Een berry. Nou, dankjewel, Carnivine. Maar ik wil vooral even weten wat dit voor itempie is. TM85 Dream Eater. Dat is wel heel nice. Als je je tegenstander kan laten slapen, dan kan je met Dream Eater hem damage doen terwijl hij slaapt. En die damage, die krijg je dan erbij als HP. Dus dat is echt lekker, man. Als je een Ghost-type Pokémon hebt of zo. Laat trouwens in de reacties even weten wie jouw favoriete Ghost-type Pokémon is. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de mijne nog steeds Gengar is. En nu kunnen we hier naartoe. Eindelijk kunnen we hier naartoe. Oh, en trouwens, vergeet niet te abonneren. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen en belletje aan te zetten. En al die dingetjes. Want blijf je op de hoogte van de video's. En dan krijg je elke nieuwe video gewoon te zien. Binnenkort heb ik weer hele leuke video's met Pokémon kaarten. Ik heb hele mooie boxies gekocht. Ik heb er zin in om die uit te gaan pakken. Dus als je dat niet wil missen... Gelukkig, dit viel mee. Ik dacht even dat dat pijn ging doen. Maar als je dat niet wil missen, jongens, druk op het abonneerknopje en zet sowieso even dat belletje aan. Yo, maar dit is niet leuk. Deze tegenstander, Perugly, is eventjes level 42. En we krijgen hier wel te maken met serieuze tegenstanders. Mijn Carnivine is een beetje traag. Kom op, pak hem aan, die Perugly. Het is wel een goede Pokémon, hoor. Misschien dat ik hem moet vangen. Het is wel echt een tanky. Alleen, ja, ik heb het nooit zo met normal-type Pokémon. Dat is dan toch vaak een beetje... Ja, ik gebruik dat gewoon niet. Ik ben toch altijd op zoek naar Pokémon die iets super effectives hebben tegenover zijn tegenstander. Ja, en die heeft dat natuurlijk niet. Nou, Floatzel, die zou ook wel sneller zijn. Ja, ik heb niet zo'n hele snelle Pokémon, volgens mij. Ik heb natuurlijk wel Abu, Chimchar, Inferno, Infernape. Ik moet even nadenken hoe die laatste evolutie heet. Infernape, die hebben we natuurlijk. En we hebben Absol, die is natuurlijk heel snel. Maar we hebben ook wel veel Pokémon die toch niet zo heel snel zijn, heb ik het idee. Gastrodon is niet zo snel en Carnivine is niet zo snel. Misschien moeten we daar even wat aan doen binnenkort. Moeten we dan toch nog net voor het einde gaan wisselen van Pokémon? Of gaat dit gewoon het team worden waarmee we gaan proberen om Pokémon kampioen te worden? Eens even kijken. Ligt hier nog wat op de grond? Nee, hier ligt niks op de grond. Ligt hier dan wat op de grond? Misschien moeten we even de Pokeradar gebruiken. Waarom ligt hier helemaal niks? Ik wou net zeggen, hier moet toch wel iets liggen. En waarom vindt mijn Pokerador dat niet gewoon? Nou, ga maar weer lekker chillen in mijn zakkie. Want ik heb daar toch niks aan. Maar ik wil wel even tegen deze Pokémon trainers gaan battelen. Want ik heb de XP hard nodig, heb ik het gevoel. Het begint nu echt serieus te worden. Luxiootje. Oeh. Nu is Gerrit wel gewoon sneller. Oké, lekker. En Luxio is ook in één keer down natuurlijk, omdat het super effective was. Lekker, man. Ik ben benieuwd wat er deze aflevering allemaal gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat hier nog wel wat leuks gaat gebeuren namelijk. En Gerrit die gaat nu naar leveltje 48. En daarvoor battle ik dus altijd tegen die trainers, want dan krijg je lekker veel XP-punten. Dat is dubbel. Experience points punten. Ik zie hier allemaal watermannetjes. Hallo, water, meneer. Ik wil hier mijn Carnivine trainen. Alleen van Magikarp krijg je ook echt letterlijk 3 XP, dus dan heb je er niet zoveel aan. Die Magikarp is nog sneller ook, joh. Wat? Hij is level 40. En toch maar 288 XP. Oh, maar nu Gyarados. Toch maar even Luxray dan. Hartstikke idee. Trainer nummer 2. Ja, die heeft 4 Pokémon. Dat zijn sowieso allemaal Magikarps. Oh, wat saai. Ik ga even skippen. Oh, een Remoraid. Nou, dat is niet veel beter. Nou, toch ook een Gyarados. Later. Oh, Finian. Nou, ik dacht echt, deze heeft alleen maar Magikarps. Maar dat valt nog mee.
Maar ook die gaat er makkelijk aan. Watertypes kan ik wel redelijk makkelijk verslaan, zo te zien. En we komen ook nog een vierbessie tegen. Nou, voor het eerst is het een klein beetje afwisselend wat we allemaal tegenkomen. Lekker hoor. Ah, nee, tackle me niet. Daag, daag. Zo, ik heb al deze vissersmannen eventjes verslagen. Lekker. En door. Ik zag namelijk dat hier nog een itempie ligt. Yes, oké. Een honinkie. Hallo mevrouw. Heb jij een mooie lopunny? Met de wenkbrauwen van 6,30 meter. Let's get that lopunny. Oké. Toch maar gewoon grass not doen, denk ik dan. Hey, loop niet zo met mij te flirten, je lopunny. Eens even kijken, hoe gaat dit? Matig. Ga je nou nog schoppen ook, lopunny, met je double kick? Sludge bomb. Yes. Maar kom op jongens, ik heb haast. Ik moet naar de volgende stad. Ik wil een nieuwe gym gaan uitdagen. Ik wil mijn laatste badge halen. Ik wil Pokémon kampioen worden. Let's go. Oh, kunnen we dit gewoon allemaal skippen? Serieus? We kunnen dit gewoon skippen allemaal. Gewoon zo achterlangs lopen en een boompie kappen. Oh nee, toch niet. Ik wou net zeggen. Zo, er staan hier vet veel trainers. Echt kapot veel. Nou, deze Remoraid gaat denk ik geen problemen opleveren. Dat zou heel triest zijn als deze Remoraid opeens wel problemen oplevert. Helemaal niks. Wat is dit voor huisie? De Pikachu fanclub. Zoveel Pikachu's. Zo cool. Hij zegt, ik wil Pokémon kampioen worden met alleen maar Pikachu's. Yo, nou, succes ermee, joh. Oh. Ze wil gewoon battelen hier binnen. Ik denk, ik ben veilig in een huisje. Maar zij wil gewoon battelen met haar... Ja, ik denk Pikachu's. Laat me raden. Ja hoor. En dat is een vrouwelijke Pikachu. Dat kan je zien aan het staartje. Als het einde van het staartje een klein beetje op een hartje lijkt, dan is het een vrouwelijke Pikachu. En als die echt op een bliksem lijkt, dan is het een mannelijke Pikachu. Ik denk dat de meesten dat van jullie wel weten. Maar voor degene die het niet wisten, ik denk, ik zal het even vertellen. Oh ja, als je hier ook mee kapot gaat door één Crunchy van Carnivine, ik denk niet dat je dan moet gaan proberen om de Pokémon League te gaan uitdagen met alleen maar Pikachu. Ik denk niet dat dat een verstandige keuze is. Oh, hij doet Nuzzle. En Nuzzle is een aanval die paralyzed mij sowieso. Dus hij is niet zo heel sterk. Volgens mij maar 20 damage. Maar ja, hij paralyzed mij sowieso. Dus dat is wel een beetje irritant. Dus ik moet nu maar hopen dat ik hem alsnog kan raken. Kom op, Carnivine. Lekker. Crunch hem kapot. Hop, ziek idee. En die gaat nu alweer naar level 46. Dus dat is nice. We zijn hem een klein beetje aan het klaarstomen, aan het trainen. Oh, mevrouwtje denkt, nou, ik heb mijn Pikachu's even verloren. Dit is wel een leuk huisje. En wat is hier dan? Is dit dan de Eevee fanclub? Dit is de Pokémon Size Contest. Ze willen graag hele grote Pokémon staan op het bord. Oké. Oh, daarom is iedereen hier aan het vissen. Heb ik een grote Pokémon? Ik denk dat Gerrit is denk ik wel groot. Wie is mijn grootste Pokémon eigenlijk? Nou, dat staat hier eigenlijk helemaal niet in. Ik heb geen idee. Oh, hij wil dat iemand hem een gigantische Remoraid brengt. Ja, dat ga ik niet doen. Daar heb ik geen tijd voor. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik moet Pokémon kampioen worden, jongens. Kan iemand die rots hier voor me weghalen? Dankjewel, Bidoof. Hier zullen toch wel wat itempies liggen. Ja, honinkie. Even kijken. Oh, wilde Pokémon. Klaar, miauw. Goodbye, miauw. En Gerrit gaat ondertussen ook naar leveltje 49. Oh, voor de rest kon ik daar niks doen. Nou, ik kan hier nog wel eventjes gaan surfen. Op de rug van Bibarel. Wat dat, Bibarel? Ik denk dat hier nog een itempie ligt namelijk. We moeten even itempie zoeken. Helemaal niks weer. Wel, een grote paddenstoel. Wat heb je daar nou aan? Ligt hier nog wat? Nee, helemaal niks. Oké, tempo. Duo battle. Nee, jij hebt een Remoraid. Jij moet even langs dat huisje gaan, joh. Zij hebben zo'n groot probleem met een water-Pokémon. Doei, Remoraid. Beetje zielig is het eigenlijk wel. Oh, Mantyke is natuurlijk ook flying. Ja, joh. Oh. Ik moet niet stoer doen. Kijk dan. Oh. Ja, dat zie je, zo zie je maar, hè. Je moet nooit blij doen. Je moet nooit stoer doen in Pokémon games. Want als je één keer niet oplet... Ja, dan is het gewoon klaar. Vooral als je een Nuzlocke challenge doet, dan moet je helemaal nooit stoer doen. Oké, de laatste battle denk ik voor het stadje. Deze zeeman die loopt even de wacht te houden. Mag er alleen langs als je hem weet te verslaan. En daarvoor neemt hij mee... Feebas. De Magikarp 2.0 van de grotere zeeën in de wereld van Pokémon. Deze Pokémon ligt altijd op de bodem van de zee. Te schuilen in de aarde. En daarom ziet hij er ook zo bruin uit. Ik weet het niet hoor, ik verzin gewoon een verhaal. Oké, daag, Vibes. Machoke? Wat doet Machoke opeens hier? Ik dacht dat jij alleen maar water-Pokémon zou hebben of zo. En toen komt hij opeens met een Machoke. Moet ik opeens met Donald weer tevoorschijn halen? Helemaal prima, joh. Donald die fixt dit wel even voor mij. Nice. En dan nu,
Gastrodon. Ja, en Gastrodon heeft dus bijna geen weaknesses. Je moet er alleen voor zorgen dat je niet tegen een grastype Pokémon moet, want dan ben je de Sjaak. Want gras is natuurlijk 4 keer super effective tegen Gastrodon. Kijk maar, dit gaat niet goed aflopen voor hem. Hoppakee. Zo, nu mag ik eindelijk doorheen. Het mocht even duren. Hallo iedereen hier. Hij zegt de gymleader van Sunny Shore, die is zich aan het vervelen. Er is niemand die hem wil challengen. Oké. En deze man zegt, als ik Sunny Shore gym moet beschrijven in 1 woord. Schokkend elektrisch. Oké. Maar dat waren wel 2 woorden. Oh, hallo. Hallo meneer de krullenbol. Die zegt, yo trainer. Je kan niet maskeren dat jouw aura echt hele krachtige Pokémon uitstraalt. Oh, sorry. Ik vergeet mezelf te introduceren. Ik ben Flint. Eén van de Elite Four. Eén van de Pokémon League's Elite Four. Oké. En hij zegt, ik had een idee. En misschien lukt het je wel. Het gaat over de gymleader van deze stad. Hij heeft zijn enthousiasme verloren omdat niemand hem kan uitdagen. Want er zijn bijna geen goede Pokémon trainers hier. En hij is alleen maar zijn gym aan het renoveren. En toen was er een stroomstoring. Dus dat vond hij niet zo heel erg leuk. En je weet al wat ik bedoel, hè, zegt Flint. Ik wil dat je hem een battle geeft die zo goed is dat hij zijn passie voor battelen terugvindt. En ik reken op je, hotshot. Oké, dus iedereen wil dat wij hem even een koekje gaan geven. Hier in Sunny Shore City. Oh, wat een grappig stadje. En deze mevrouw zegt, dit is een grote havenstad. En ook de gateway naar de Pokémon League. Oké, dus we kunnen gelijk door als we hier hem weten te verslaan. Ja, dan moeten we denk ik Carnivine maar gaan inzetten. En Gastrodon? Die 2 denk ik. Maar Gastrodon is denk ik de enige die super effective moves heeft op Electric-type Pokémon. Denk ik hoor, ik weet het niet zeker, maar Oké, waar is de Pokémarkt? Want dat moet ik ook even nodig langs, denk ik. Oh, ik heb nog best wel veel Hyper Potions zo te zien. Revives heb ik ook nog wel. Oh, ik heb nog genoeg, joh. Hey, hallo. Mevrouwtje die hier op het strand aan het chillen is. Dit is Jasmine. Oh, en dit is ook een gymleader. Niet de gymleader van deze stad, maar een gymleader in de Johto-regio. Yo, Jasmine! En ze zegt, ja, het zou goed zijn als jij wat over de Johto-regio weet. Maar als jij de gymbadge van deze stad nog niet hebt, dan moet ik je even terugsturen. Oké. Dus kom terug bij jou als ik de badge heb. Waar is die gym, jongen? Is die gym hier ergens boven of zo? Oh, wacht even. Dit verbindt delen van de stad met elkaar. Ja. Wat is dit voor huis hier dan? Ja, hier kan je ribbons krijgen. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. We gaan door. Is de gym hier? Ja, hier is die! Yo, what up, Flint? Hij zegt, oh, maar de gymleader is nog niet terug. Waar is die gast dan? Moet ik hem nou gaan zoeken? Gast, dit is niet mijn stad. Dit is niet mijn stad, vriend. Hoe moet ik nou weten waar die dude is? Hallo, weet iemand waar die dude is? Is die in de Grand Underground? Deze mensen hebben het allemaal over de Grand Underground. Ze hebben het allemaal over de Grand Underground. Ik zou nog hier kunnen kijken. Wat is dit? Oh, dit is de lighthouse. Ja, en hij heeft het ook over de gymleader. Hij is vast hier in de lighthouse, in de lighttoren. De vuurtoren. We gaan naar boven, jongens. We gaan naar boven. Ik denk dat dit die guy is, of niet? Ben jij de gymleader? Ja! Denk het wel, want hij zegt... Dus jij bent de laatste challenger die het op gaat nemen tegen de Sunny Shore gym. Oké, ik heb besloten. Als ik jou te zwak vind, dan ga ik de Pokémon League uitdagen. Ik ben helemaal klaar met het renoveren van mijn gym. Dus ik hoef hier toch niet meer te zijn. Maar meer dan ooit wil ik battles waarvan ik in vuur en vlam kom te staan. Die ik vet vind. Ik ben de sterkste gymleader in Sinnoh. Ik ga alles op jou loslaten wat ik in mijn mars heb. Oké, man. Dat klinkt supergoed. Ik heb er zin in. Maar wat zag jij door deze binoculars? Oh, Pokémon League. Het is super wazig beeld, maar oké. Ah, ik heb er zin in om ook naar die Pokémon League te gaan, jongens. We komen bijna aan het einde van de game. Ik zag dat hier beneden nog een Pokéball lag. Een Thunderstone, als we nu nog een Electric-type Pokémon willen evalueren. En hier kunnen we nog omhoog naar dit huisje. Ik denk dat hier misschien wel iets speciaals is. Ik bedoel, dit zou er niet voor niks zitten, toch? Hallo, iemand thuis? Hij zegt, de glinster in jouw ogen. Dat laat zien dat jij absoluut een Poké-edge hebt. Ze zijn geweldig, hè? Hij wil mijn Pokémon zien, omdat mijn Pokémon verschillende natures hebben. Oh, hij wil een Pokémon met een serious nature zien. Ja, die heb ik waarschijnlijk niet bij me. Helaas. Dan heb je pech, vriend. Ik moet naar de Pokémon League en daarvoor moet ik eerst naar de gym. Yo, is die alweer terug nou of niet? Ja, Flint zegt, hij is eindelijk terug. Ik denk dat hij jouw sterkte herkent, want hij is redelijk enthousiast. Oké, let's go, Flint. Let's go. Flint gaat er vandoor. Hij wacht bij de Pokémon League op mij, want ja, als wij deze battle gaan winnen, als wij deze gym gaan verslaan, dan kunnen we dus richting die Pokémon League. Oké, man. Ik heb hier wel zin in. Ik heb hier zin in. We moeten denk ik even op dit knopje staan en dan... Oké. En dan denk ik op dat andere knopje staan.
Ja, zo. Oké, ja, top. Laten we deze battle even gaan doen. Ik heb dus mijn Gastrodon bij me. Ik heb mijn Gastrodon op mijn eerste plek staan. En ik moet tegen Pachirisu. En dit kan wel een vervelende Pokémon zijn voor in het begin tegen te vechten. Dit is een hele goede setup Pokémon die wat dingetjes kan doen. Zodat de Pokémon die je in gaat zetten na Pachirisu beter hun ding kunnen doen. Dus even kijken. Ik heb Earth Power. En Pachirisu heeft Dig. Serieus? Oké. Ik wacht wel even tot je klaar bent. Want het doet bijna geen damage op mij. Maar het duurt wel lang. En hier heb ik Earth Power voor jou. En dat doet best wel veel damage op jou. Lekker, man. Oké. Pachirisu, die kunnen we hebben. Dat hebben we gezien. De ground-type moves van Gastrodon zijn best wel nice. En nu, eindelijk, komt Gastrodon een keer goed aan de beurt in een gym. Want die hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel gebruikt. Dit is dus de allerlaatste gym voor de Pokémon League. En in de volgende video gaan we proberen om deze badge te halen, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan wens ik jullie allemaal alvast een hele fijne kerstvakantie. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!